En vandaag zijn we live gegaan met de nieuwe website, fotoclub.nl. We zijn overgegaan van fotoclub.nu naar fotoclub.nl. En ik ben echt trots om jullie deze nieuwe website te laten zien. Het ging niet zonder slag of stoot. We hebben de nodige hobbeltjes gehad. En dat is soms wat tegenslagen, maar we zijn er nu. We hebben een nieuwe website en ik ben er echt heel blij mee. En we hebben nieuwe mogelijkheden. En de nieuwe mogelijkheden, als je een account gaat aanmaken hier, dan heb je de mogelijkheid om foto's met een blog mee te sturen. Je krijgt toegang tot artikelen die besloten zijn voor mensen die geen lid zijn. En je kan je profiel gaan aanvullen. En je kan meedoen met de Giveaway Fridays. Dus het is wel echt leuk als je een account gaat aanmaken. En ja, ik kan het niet alleen. Ik moet het samen met jullie doen. Dus ik wil samen met jou een mooie fotografie community maken bij fotoclub.nl. En daar heb ik natuurlijk je hulp bij nodig. Zodat we ja, samen kunnen werken aan een clubgevoel en een club waar jij je thuis voelt. Dus daar wil ik naar streven. Bij een nieuwe website hoort natuurlijk ook een frisse aanpak. En de frisse aanpak is dat we elke week gaan we een onderwerp uit de fotografie. Daar gaan we verder op inzoomen, verder belichten. En dat betekent dat we interviews gaan doen. We gaan podcasts verzorgen. We gaan webinars geven. Dat is een live uitzending waarin je kan luisteren en vragen kunt stellen. En uiteraard gaan we aan de hand van jullie vragen kunnen we ook tips en tricks geven over het betreffende onderwerp van die week. En nou ja, uiteraard zijn er ook cursussen en workshops te doen. Dat kun je online doen, offline doen of nou ja, we houden ook wel fotowalks op locatie. Dat soort evenementen gaan we ook meer doen. En wat we ook gaan doen zijn fotowedstrijden organiseren. Dat kan bij het betreffende thema passen. En het leuke hiervan is dat je op de blog kan je jouw foto's kun je toevoegen aan de blog naast je reactie. Tot slot wil ik je graag uitnodigen om je aan te sluiten bij de Fotoclub Community. En dat kan je doen door hieronder op de link te klikken. En graag tot ziens.